Vandaag ben ik in Schoonhoven en dat ligt ten zuiden van Gouda in de provincie Zuid-Holland. Ik heb niet goed kunnen vinden hoeveel mensen hier wonen, maar ik schat het op zo'n 10.000. En het is een oud stadje met een gracht eromheen en er doorheen ook. En mijn eerste indruk is dat deze in de categorie wel aardig valt. Er is helemaal niet zo heel erg veel historie te zien. Er zijn best wel een aantal mooie historische panden en je moet er af en toe een beetje naar zoeken ook. Veel van de zijstraatjes zijn eigenlijk gewoon vrij saaie straatjes waar vooral gewoond wordt. Het is eigenlijk één lange winkelstraat en dan nog een soort promenade langs de gracht. En verder is het eigenlijk een tamelijk rustige bedoeling hier. Schoonhoven is de Zilverstad en dat herken je terug in het straatbeeld door vele juweliers die hier zijn. En dat is dan ook meteen de voornaamste reden om naar Schoonhoven te komen. Hou je van zilver, dan denk ik dat je hier uitstekend kunt rondshoppen. Want dit zie je nog een echte ambacht. Op weg hier naartoe kwam vanuit de richting Nieuwegein. Rij je een heel stuk over de Lekdijk en dat is echt een hele mooie route. Het is niet zo heel prettig om te rijden als je tegenliggers hebt, maar dat negeren maar even. Parkeren gaat hier prima in Schoonhoven, gratis zelfs, echt heel dicht op de winkelstraat ook. Dus dat hoef je er niet van te weerhouden om hier te komen. Het is niet een plek waar je de hele dag kan van maken, het barst ook niet van de horeca. En ik ben er natuurlijk weer vroeg op de dag, dus het echte hoogtepunt van de dag is niet bereikt nog. Maar erg levendig gok ik dat het niet heel snel gaat worden hier. Dus voor een rustige wandeling en een beetje winkelen naar sieraden en wat andere aparte dingetjes. Want dat hebben ze hier wel gewoon de niet-ketens rare winkeltjes zoals Beestenboel met allerlei grote beelden van dieren als het ware. Daar kun je hier wel je mee van maken.